Liefde gemeente, vanavond mogen we stilstaan bij een adventstof. We noemen deze zondag een adventszondag, de derde adventszondag, waarbij we mogen stilstaan bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus Christus in het vlees, dus als mens. En dan vanavond in het bijzonder willen we dat doen vanuit Jesaja, de profetie van Jesaja, die ook wel genoemd wordt de evangelische Jesaja, omdat hij zoveel van het evangelie heeft mogen zien en heeft mogen doorgeven. Vanavond in het bijzonder het vijfde vers van Jesaja 9, 5a, het eerste deel van dat vers, waar we lezen, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouder. Zover deze tekst. We schrijven onder deze tekst geboortebericht van een koningskind. De eerste plaats voor mensen in duisternis. De tweede plaats opdat zij verblijd worden. Dus geboortebericht van een koningskind voor mensen in duisternis. Dat zij verblijd worden. Meent, het is niet zo makkelijk gedeeld als je dat voor het eerst zo leest, die eerste zes versen van Jesaja 9. Allerlei beelden worden door de profeet Jesaja gebruikt om de boodschap duidelijk te maken, kleur te geven. Welke boodschap? Ja, een geboortebericht. Van een koningskind. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben gekregen. Een geboortekaartje. Of misschien heeft u zelf wel eens een geboortekaartje verstuurd. Geboortebericht. Geboren. Op. Nou, datum. Zo laat. Onze lieve zoon of lieve dochter. Dan staat er bij de naam van het kind, geboortebericht, twee andere mensen van op de hoogte stellen. Dat veronderstelt ook blijdschap. Mensen zijn verblijd vanwege de geboorte van een kindje. Dat alles goed mocht gaan, moeder krachten kreeg. Het hangt allemaal samen met dat geboortebericht. Het vreemde alleen is, gemeente hier, dat dit geboortebericht is verstuurd terwijl het kind helemaal niet is geboren. Dat zouden wij wel heel vreemd vinden. Als iemand een geboortekaartje stuurt, iemand die in verwachting is van een kindje, maar alvast het kaartje verstuurt, met de naam erbij, is geboren. En je belt, kan ik op bezoek komen, ik wil de kleine graag zien. Nee joh, die moet nog geboren worden. Dat duurt nog wel een poos. Maar we dachten, we sturen vast een kaartje. Dat zou iedereen raar vinden. Hè, kinderen? Dat zou allemaal heel raar vinden. Dat kan niet. Dat hoort niet. Nee, dat hoort zeker niet. Maar hier is het wel gebeurd. Jesaja doet het wel. Hij stuurt een geboortebericht. Nou ja, Jesaja. Is dat Jesaja die dat doet? Nee, hè? Nee. Jesaja spreekt iemand na. Het is de Heere zelf die dit geboortebericht heeft gestuurd. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt, komen de namen van het kind, hele bijzondere namen. Het kind heette Wonderlijk. Hij heet Raad, dat is raadsman. Sterk God. Vader der eeuwigheid, een vredevorst, heel veel namen,
kan dat nou? Begrijpt u het nog? Want dat kind moet nog geboren worden. Het zal nog meer dan 500 jaar duren voordat hij geboren zal worden in Bethlehem. Weet je, dat is nou de profetie. Jesaja, die ziet de dingen van heel dichtbij, terwijl ze nog moeten gebeuren. En hij ziet het zo dichtbij komen, alsof hij het met eigen ogen ziet gebeuren. Misschien hebben de kinderen dat ook wel eens, dat je naar opa en oma gaat. Je moet een eindje ervoor rijden. En dan ben je nou al dichtbij. Nog 5 minuten rijden. En je vraagt of je de telefoon even mag gebruiken van papa of mama. En je belt. Opa, we zijn er hoor. Oh, sta je voor de deur? Nee, maar bijna. We zijn er al. Voor je gevoel ben je er al. Dat is hier wat er met Jesaja gebeurt. Hij is geboren. En we zullen dat straks ook zien voor Jesaja, is hij ook geboren, want in zijn hart. Heer Jezus is voor hem ook gekomen. Ook al duurde dat nog 500 jaar lang, voordat hij uit de hemel zou neerdalen naar de aarde. Weet je, als Jesaja dit schrijft, is het geen gemakkelijke tijd. Dat voelde u misschien al aan toen dat eerste vers werd gelezen. Een volk dat in duisternis wandelt. Er wordt gesproken over mensen die wonen in een land van de schaduwen des doods. Er wordt gesproken over een juk, over de strijd, een ganse strijd, over bloed. Ja. Dat is beangstigend. En dat was het ook, gemeente. Dat was het ook. U moet dat eigenlijk zo zien. Dat toen Jesaja deze woorden schreef, waren de dreigingen van een heel groot land, een groot koninkrijk, die waren ontzettend groot geworden. Beetje vergelijkbaar met wat er in 1939 gebeurde. Dat weten de ouderen misschien nog wel. Nazi-Duitsland steeds sterker werd en steeds dreigender werd. En de inwoners van Nederland en België en Frankrijk en Polen dachten, gaat dit wel goed? Gaan ze ons straks niet aanvallen? Het is gebeurd, hè? 1940 werden we aangevallen. En zo was het ook met de Oekraïne, hè? Weet je het nog, 2 jaar geleden, die dreiging van Rusland. En we hoopten eigenlijk allemaal met Oekraïne dat het bij dreigen zou blijven. Maar je hoorde van heel veel bewegingen bij het leger van Rusland. Ze gingen steeds meer naar de grens en dat zag er niet goed uit. Nou, zo was het ook in de tijd van Jesaja. Dat grote land Assyrië. Dat werd groter en groter en sterker. En het ene volk na het andere volk werd overwonnen. En dan waren er nog de kleinere volkeren. Zoals de Midianieten in het verleden. De Filistijnen, de Syriërs bovenin. En ja, Egypte, daar kon je ook last van hebben. Ja. Het was allemaal niet zo eenvoudig. Daarom probeerde men in die tijd ook wel coalities te sluiten. Kleine landen die samen een verbond sloten tegen een groter land. Mensen waren bang. In het bijzonder voor de Assyriërs. Die waren zo wreed. Zo wreed, meent u, wil niet weten wat er gebeurde als een stad werd ingenomen door de Assyriërs. Zoals Lachis. Vreselijk. Mensen werden gewoon levend gevild. Armen en benen werden eraf gesneden of gehakt. Oren en ogen afgesneden en uitgestoken. Ze werden in kokend water gegooid. Zulke dingen deden ze met
de mensen in die steden. Dus dat die vrees er is, u kunt het zich wel voorstellen. Je moet er toch niet aan denken, hè, dat er zo'n leger door Berkenwouden zou gaan. En de mensen op deze manier zouden martelen, doden. Donkere tijd. En in die donkere tijd, gemeente, gaat Jesaja bemoedigen. Hij zegt, in deze duisternis, de Heere laat ons niet los. De Heere die waakt over ons. Ook al leidde dat ertoe dat 10 stammen werden weggevoerd en later ook de 2 stammen. De Heere zou zelf eens verlossing geven, zoals ons volk in 1945 werd verlost. En dan, gemeente, dan is het net of die, ja, een verrekijker in de handen krijgt. Ik bedoel dat heel eerbiedig natuurlijk. Dat hij de dingen ziet gebeuren over 500 jaar. Dan ziet hij dat de mensen het ook moeilijk hebben. Hij noemt dat weer een volk dat in de duisternis wandelt, in de duisternis woont. Dat te maken heeft met dat land waar de dood ook heel dichtbij is. Ja, en zij worden verblijd. Ze krijgen reden voor grote blijdschap. Want een kind is ons geboren. Eerst even naar die mensen in de duisternis terug. Want later, als de Heer Jezus in het noorden van Israël gaat wonen, gemeente, dan ziet Matthäus dat dit schriftgedeelte uit Jesaja in vervulling gaat. Dan ziet hij daarop, ziet die profetie van Jesaja in het bijzonder op onze tijd. Ik zal het u voorlezen, Matthäus 4. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Nazareth verlaten hebbende is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naphtali. En dan komt het. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet, zeggende: het land Zebulon en het land Naphtali, aan de weg der zee, over de Jordaan, Galilea der volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien, en degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dezelfde is een licht opgegaan. En dan staat er: van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Waarom zijn die mensen nu in duisternis in de tijd van de Heer Jezus? Wat wordt daar toch mee bedoeld? Kijk, we kunnen het begrijpen dat in de tijd van Jesaja dat die duisternis betrekking had op de vrees voor Assyrië, voor die machthebbers daar, voor Sanherib en zo. Maar hoe was dat dan in de tijd van de Heer Jezus? Gaat het dan over de Romeinse bezetting soms? Is dat de reden dat we spreken over duisternis, over donkerheid? Want de Romeinen waren toen de baas in de tijd van de Heer Jezus. Maar we weten, nee, gemeente, dat is niet de reden. Nee, Jezus zegt, daar ben ik niet voor gekomen om de Romeinen te verjagen. Dus het heeft een andere betekenis. Wat is het dan? Een volk dat in duisternis wandelt. Een volk dat woont in het land van de schaduw des doods. Ja, laat ik het aan de kinderen vragen vanavond. Hier in de kerk is het best fijn, toch, nu? Met het licht aan, is mooi. Dan ben je niet bang. Maar stel nou eens dat je hier helemaal alleen zou zitten en de lichten waren uit. En er is verder niemand in de kerk en niemand op het terrein. Zou je het dan ook fijn vinden? Nou, ik denk het niet. Hè?
Ik denk trouwens niemand van ons. We zouden ons heel onwennig gevoelen. Nee, nee, weg hier. Alleen in donker, nee. Donker, duisternis heeft iets beangstigends, hè? Als je buiten loopt en je helemaal alleen en er is niemand, er is geen licht, dan wil je eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Weet je, in de Bijbel heeft de duisternis, donkerheid, inderdaad ook een hele ongunstige betekenis. Moet je maar eens lezen hoe vaak over de duisternis wordt gesproken als iets negatiefs. Duisternis, de duivel wordt niet voor niks de vorst der duisternis genoemd. En de Heer Jezus zegt dat er mensen die niet bekeerd zijn en die niet bekeerd worden, dat als ze sterven onbekeerd, dan zullen ze komen in de eeuwige duisternis. De Heer Jezus noemt het zelfs de buitenste duisternis. Dat is, ja, dat is het meest donkere gedeelte dat je kunt voorstellen. Daar is werkelijk geen enkel licht meer. En heel vaak wordt in de Bijbel de duisternis geplaatst tegenover het licht. Ik denk aan de brief van Johannes. Wandel als kinderen van het licht en niet als kinderen van de duisternis. En de Heer Jezus noemt zichzelf het licht dat gekomen is in de duisternis. Wat is dat dan voor duisternis? Wat moet je daar nou bij voorstellen? Wat bedoelt de Bijbel, wat bedoelt de Heer met dat wij mensen zijn die in de duisternis zijn? Ja, want dat geldt van ons allemaal zoals we geboren zijn. Weet je, wij zijn allemaal in de duisternis geboren. De duisternis, dat zit in de eerste plaats op het terrein van de duivel. De duistere praktijken van Satan. Toen Adam en Eva naar Satan luisterden, toen zijn ze vrijwillig de duisternis ingegaan. Ze kwamen bij hem, op zijn terrein. En alle mensen die geboren worden, zijn kinderen van Adam. U begrijpt, hij is niet onze vader letterlijk, maar wel ja, degene uit wie we uiteindelijk zijn geboren. Ons doopformulier zegt dat heel eerlijk, in zonde ontvangen en geboren. En het avondmaalsformulier spreekt over midden in de dood liggen. Dus het terrein van Satan, dat is de duisternis. En gemeente, omdat we zo geboren zijn, is er ook sprake van onwetendheid. Dat is de duisternis van de onwetendheid. De Heer zegt, uw verstand is verduisterd. Daardoor weet u niet meer wie ik ben. En u weet niet hoe u moet leven. U kent de Bijbel niet. Ook al lees je hem, maar je verstaat het niet. Het komt niet binnen. Het wordt niet toegepast van binnen. Midden zo was er ook in de tijd van de Heer Jezus sprake van grote onwetendheid. Hoe vaak heeft hij niet moeten zeggen? Van mij is gezegd in de profetie, en dan vult u het in. Zegt hij, wist u dan niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Heeft u dan nooit gelezen van de profeet Jesaja? Enzovoort. Hoe vaak heeft Christus dat niet moeten doen? Bij zijn opstanding horen we hem zelfs nog zeggen tegen zijn liefste kinderen, de discipelen, de Emmausgangers. O, onverstandige en trage van hart, om niet te geloven al hetgeen de profeten van mij gesproken hebben. Dus onwetendheid. Gemeente, daar is ook de duisternis van de dwaling. O, wat dwaalden de mensen in de tijd van de Heer Jezus. De leermeesters gingen hem voorop. Wij zouden zeggen de dominees en de ouderlingen. Ze zeiden, je moet goed je best doen om in de hemel te komen. En als je het maar heel precies doet, net als wij, dan kun je wel zalig worden. Maar anders niet.
En ze gingen de wet van de Here helemaal veranderen. Ze maakten er van alles bij. Maar van de Heer Jezus later heeft gezegd, dat is helemaal niet naar de wil van mijn vader. Allemaal dwalingen. Er waren ook de dwalingen, ik denk aan de Sadduceeën, die zeiden, er is helemaal geen opstanding hoor. Alleen de ziel blijft leven, maar het lichaam, nee hoor, dat komt nooit meer terug. Weet je, dan is het de duisternis van de zonde. Wij leven in zondaarsland. Wij doen de zonde omdat we zondaar zijn. Ook als nette mensen die vanavond in de kerk zitten. Of op de preekstoel staan, ja. Wij zijn zondaren, zegt de Heer. Dat is de duisternis. Weet je, de duisternis ziet ook op de eeuwige ondergang. Wat de Heer Jezus noemt, ik zei het net al, de buitenste duisternis. En daarom staat hier in vers 1, zij die wonen in het land van de schaduw des doods. De schaduw van de dood valt al over ons leven. Weet, als een kind geboren wordt, dan begint het sterven al. Dat is de schaduw van de dood die al valt over het jonge leven. Soms zie je het ook al heel snel dichterbij komen. Kleine kinderen die ernstig ziek worden. Denk aan het Maxima ziekenhuis in Utrecht. Wat een verdriet. Zoveel jonge kinderen die daar al ernstig ziek zijn. Of het Sophia kinderziekenhuis. Het geeft aangemeend hoe dicht de dood bij ons is. Daar hoef je niet oud voor te zijn. In mijn tijd werd heel vaak gezegd, misschien gebeurt dat nog wel hoor, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven. Duisternis, kijk gemeente, dat is nou het beeld wat van ons gegeven wordt. Dat zijn mensen die in de duisternis wonen. Dus dat betekent wonen of wandelen, hetzelfde. Dat het niet eventjes is, maar dat is hun hele leven. Dat zullen ze wel erg vinden. Dat vinden de mensen erg. Dat kan niet anders, toch? Zou het? Ik heb misschien wel eens gehoord van gevangenen die jarenlang in de gevangenis zaten en toen ze hoorden dat ze eruit mochten, de maatschappij, en dat ze zeiden, nee, dat willen we helemaal niet. We willen hier blijven. Dit is ons leven geworden. We hebben niemand meer buiten de gevangenis. We zijn inmiddels zoveel jaar hier. Dit is ons huis. Dat kun je niet voorstellen, jongens en meisjes, dat je de gevangenis niet meer uit wil. Maar dat gebeurt wel. Nou, dat is nou het beeld van ons, gemeente. We wonen in de duisternis. We wandelen in de duisternis. En we zeggen, laat het maar zo. Laat het maar zo. We accepteren het. En zelfs als de Heer de deur openzet van die grote gevangenis, dan zeggen we, ja, laten we hier toch maar blijven. Waarom zouden we eruit gaan? Herkent u dat? Moet u vanavond niet zeggen, dat was mijn leven of dat is mijn leven? Ik besefte niet of ik besef niet, dat is een verschil, dat ik zo in de duisternis was. En dat ik dat normaal vond. Dat ik daar wel mee kon leven. Maar gemeente, er is ook een volk, er zijn mensen waar de Heer de ogen van gaat openen. Doordat hij iets van zijn licht gaat laten zien. En dan kijken ze om zich heen en dan zeggen ze, maar ik woon in de duisternis. Ik woon in zondersland en de zonden wonen in mij. En ze kijken omhoog en ze zeggen, Heer, u bent mijn schepper. En ik moet u straks ontmoeten. Het wonderlijke is, die mensen
Die kennen liefde voor die schepper, voor de Heer. En ze zeggen, ik wil u gaan dienen, maar ik ben ook bevreesd voor u, want ik kan u niet ontmoeten en ik kan u niet dienen zoals het moet. Hoe moet het nou toch? Kijk, dan is de Heer in ze gaan werken. Dat noemen we gemeente de wedergeboorte, de nieuwe geboorte. Als de Heer de ogen gaat openen en we gaan zien, zo ben ik. En dan gaat de Heer zulke mensen opzoeken. Dan gaat hij hen een geboortebericht sturen. Op zijn tijd. Op zijn wijze. Door de prediking doet hij dat. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Weet je, dan wordt hij gepreekt. Dan wordt hij bepreekt, aangewezen. En wat geeft dat al een vreugde? Daar is een weg terug tot God. Daar is een middel. Daar is een medicijn. Wij gaan er eerst van zingen, gemeente Psalm 89. Daarvan het tweede vers. 89, tweede vers. Ik heb dit was uw talen vast verbond gemaakt. Met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst met een eed gezworen. Dat is hij, gemeente. Het zal van kind tot kind, tot aan het einde dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Weet je, als ze dat licht gaan zien, want daar wordt van gesproken, dat volk zal een groot licht zien, groter dan alle andere lichten, dan, ja, dan geeft dat vreugde. Ik vraag het maar weer even aan de kinderen vanavond. Misschien ben je wel eens wakker geworden, midden in de nacht. Het was donker. Je had een enge droom. Hij was bang. Zo donker. Waar was mama? Waar is papa? En je riep. Mama. En dan kwam mama of papa. En die deed het licht aan. Oh, gelukkig, het is weer licht. Was je niet meer bang? Licht, gemeente, verdrijft de angst. Dat wordt hier bedoeld. Dat licht gaat de vrees laten verdwijnen. Dat licht, dat laat ook de oorzaak uiteindelijk verdwijnen. De oorzaak van die duisternis en van dat verdriet. Daar zal ik zo nog wat meer van zeggen. Weet je, waar de Heer Jezus gaat preken, dat doet hij. In dat noordelijke gebied in het bijzonder. Daar gaan mensen het ondervinden. U geeft ons grote reden tot blijdschap. Zo staat het in vers 2, hè? Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oost, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Beetje moeilijke zin, moeilijk vers om zo te lezen, maar eigenlijk kun je het zo lezen. Staat eigenlijk, gij hebt dit volk vermenigvuldigd en gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt, vraagteken. En dan staat er, voorzeker ja, ja, zij zullen blij zijn voor uw aangezicht. En dan geeft Jesaja daar ook weer een paar voorbeelden van. Hij zegt, weet je hoe blij die mensen worden? Nou, denk maar aan de oogsttijd. Mensen waren dan zo blij als de oogst was binnengehaald. Als de tarwe in de schuur lag
En de vijgen waren geplukt en de druiven enzovoort. Ja, daar ging men dankdag vieren. En dat was het loofhuttenfeest. Wat een blijdschap was het dan. Ik heb daar pas, dacht ik, hier nog over gepreekt. Hè? Als Jezus dan zegt, zo iemand dorst, die komen tot mij. Grote blijdschap gaf dat. Zoals wij ook verblijd zijn, toch? Ja, als je lang gewerkt hebt en je hebt de klus af, zeg je, dat geeft me nou vreugde dat het af is. De dingen die gedaan moeten worden. Voor je werk, voor de studie. Het tweede beeld wat hij gebruikt is de strijd. De strijd is voorbij. In vers 3 en vers 4. Hij zegt, de mensen zijn zo blij zoals bij ons in 1945. En toen de Canadezen kwamen. U heeft misschien wel eens foto's ervan gezien. En beelden. Dan zie je de mensen blij, juichen. Met vlaggetjes staan ze dan. De bevrijders welkom te heten. Wat een blijdschap. Niet meer bang te hoeven zijn voor de terreur van de Duitsers in die tijd. Blijdschap. Ja, de mensen willen niets meer daarvan zien. Toen werden de vlaggen van de Duitsers, de hakkenkruisvlaggen, werden verbrand. Nou, hier staat ook. Alles wordt verbrand wat nog herinnert aan de vijand. Want dat hoort niet bij de blijdschap. Grote blijdschap. Meent u dat nou precies wat hier staat? De mensen zullen verblijd zijn als dit geboortebericht tot hen komt. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. Een bijzonder kind, een koningskind. Dat blijkt uit zijn namen. Hoe hij zal heten, wonderlijke raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Kind geboren. Meent, ik hoor een jong meisje, ze heet Maria, zingen van dit kind. Wat mag ze roemen in haar zalig maken, samen met haar tante Elisabeth. Want ze mogen geloven, hij is voor ons gekomen, dit kind. En deze eeuwige zoon van God. En dan mag Maria, ja, in het bijzonder daarin genade ontvangen, omdat ze ook de moeder van dit kind mag zijn. De Vader is de hemelse Vader. En daarom wordt gezegd, u bent zeer begenadigd onder de vrouwen. Maar gemeente, ze is ook een zondares, Maria, net als elke andere vrouw en elke man. En daarom, hij is voor haar de zaligmaker. En dat geeft haar zoveel reden om te zingen, om haar lofzang te zingen. Met heel haar hart. Een kind. Ja. Het kind gaf vreugde. Aan Maria, aan Jozef, aan de herders, aan de wijzen uit het oosten, aan Simeon en Anna. Weet je, dat waren nou allemaal mensen die wisten wat de duisternis betekende. De duisternis, niet voor God kunnen bestaan. Ze hadden verdriet gekregen over die duisternis. En ze geloofden, het kan niet van onze kant goed komen met de Here, maar wel van zijn kant. En ze hadden gelezen in de profetie, er zal een kind geboren worden. God met ons, had Jesaja al eerder mogen zeggen. Immanuel zal zijn naam zijn. God weer met ons, want God was tegen ons. Kind geboren. Ons geboren, gemeente, hoe moeten we dat lezen? Gemeente, hij is geboren. Opdat mensen zalig zullen worden. Dat is inderdaad heel ruim. Hij is geboren. Opdat een ieder zalig kan worden. Maar we kunnen niet zeggen, hij is alle mensen op deze manier geboren. Nee, hier wordt wel bedoeld, hij is voor mij geboren. Heel persoonlijk.
Ulieden is geboren, zei de engel tegen de herders. Voor u zijn gekomen. En daarom gaan ze met haast, met blijdschap. En ze gaan hem aanbidden. Een kind is... Ja, hoe is het eigenlijk met u, gemeente? Moet u zeggen, een kind is geboren? Een zoon is gegeven? Of zegt u, nou, ik geloof toch wel, hij is geboren voor velen? Voor ons, voor het menselijk geslacht? En ja, daarom heb ik wel eens hoop, verwachting, dat het ook voor mij zou kunnen. Dan wil ik u vragen, gemeente, is dat genoeg? Kun je daarmee God ontmoeten? Ze zegt, hij is voor veel mensen geboren. En ik kan zalig, wat is dat genoeg? Nee toch? En gemeente, Martin Luther zegt zo mooi en zo eerlijk. Hij zegt, weet je, het gaat om één woordje uiteindelijk, dat woordje. Woordje mijn. Mijn, Heer Jezus. Christus, mijn zaligmaker, noem me. Eén woordje maar. Hij is mij geboren. Wie doet dat, gemeente? Wie geeft nou dat je mag zeggen, ja, voor mij. Nu geloof ik het ook voor mij. Dat doet de Heilige Geest. Die past dit woord toe in de harten van mens. En dan... Als je dan terugkijkt, zeg je, hoe kan het toch dat ik dat niet eerder heb kunnen zeggen, niet eerder heb durven zeggen, nu wel. Ja, dat is nou het werk van Gods Geest. Ik denk aan die blinde man die ging zien. Hij zegt, ik was blind en nu zie ik. Ik was blind en nu zie ik. Hij is mij geboren. Hij is mij gegeven. Dat ik nu in Gods gemeenschap mag delen. Omdat hij mij verlost van de heerschappij van de duivel. Want de heerschappij is op zijn schouder. Dat wil zeggen, hij draagt die op zijn schouder. Zoals vroeger een sleuteldrager de sleutel op zijn schouder droeg. De sleutel van de stad. Zo laat Jezus zien, ik heb alle heerschappij in de hemel en op aarde. Mij geboren. Hoe kun je dat nou weten? Of hij u geboren is. Meneer dominee Hellenbroek heeft een prachtig boek geschreven over de profetie van Jesaja. Dat zijn in de oude druk 4 delen. Die zijn ook opnieuw uitgegeven. En is het zo'n rij aan boeken. Ik vind het altijd heerlijk om die te lezen. Daar staat nou zoveel in over wat Jesaja nu allemaal bedoeld heeft. Hoe we het moeten lezen. En dan zal ik u een paar dingen noemen die dominee Hellenbroek noemt als antwoord op de vraag, is hij u geboren? Laat ik eerst zeggen, wanneer je zeker kunt weten dat het niet zo is. Ik lees dominee Hellenbroek voor. Wie nog leeft in de zonde, kan niet zeggen, hij is mij geboren. Kan men zich indenken dat mensen die... naar hun vlees, de zonde en de wereld nog zo dienen, Jezus desondanks ontvangen hebben? Oh nee, zulken hebben nog geen eigendom aan Jezus en ook niet aan zijn geboorte. Zulken zijn nog buiten Jezus en buiten alle verwachting van zaligheid. Hij zegt hoe je het kunt weten. Hij zegt, dan is het woord van God een kracht geworden van binnen. Een kracht Gods. Het heeft je overbogen. Je bent gaan buigen voor Gods woord. Hij zegt, je bent ook klein geworden. Je bent net zo klein geworden als de Heer Jezus zelf, zegt hij. Hij werd toch klein? Hij werd toch heel gering? Als een baby werd hij toch geboren, zegt hij? In Bethlehems stal? Gelegd in een kribbe? Dieper kon God niet afdalen. Zo is hij geboren. In zeer armoedige omstandigheden. In een donkere grot. Hij zegt, dan word je zo klein. Zoals de Heer Jezus klein werd. Klein voor God. En gemeente, dan ga ik beleiden met de tollenaar. Dat ik een zondaar ben.
Wees mij de zondaar genadig. Of ik denk aan die verloren zoon. Ik heb gezondigd tegen de hemel. Dat betekent tegen God en tegen mijn vader. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, teruggaan. Dus gemeente, die kracht Gods innerlijk, dat is een overtuiging en een overbuiging, dat ik mag buigen voor het oordeel van de Heer. Dan moet ik de Heer ook gelijk geven. Heer, de straf op de zonde is een eerlijke straf. Maar ik ga ook bedelen om verlossing. En ik ga geloven dat die verlossing door hem is gegeven in zijn Zoon, tegen Jezus Christus. Dat is een kracht Gods. Dan ga ik met die, mag ik een voorbeeld geven, die bloedvloeiende vrouw, ga ik mijn huis uit en ik zeg met haar, ik zal hem aanraken en dan zal ik genezen. Dat, zo. Hij zegt, het tweede is dat de Heer Jezus in je komt wonen. Hij zegt, het is net of die altijd in je is. Zoals een moeder die zwanger is, naast aan de moeder die zwanger is, haar kindje bij zich draagt. Altijd, waar ze ook naartoe gaat. Hij is in u. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dan, ik ga niet alle aspecten noemen, gemeente, maar ik noem er nog één. Hij zegt, dan heeft hij ook liefde voor hem gekregen. Hij zegt, zo lief als Maria haar kindje had. Zo lief als een moeder haar kindje heeft. Zo lief krijgt u hem ook. Zie eens hoe teer een moeder haar kindje vasthoudt en vertroetelt. Een moeder zal nog eerder zelf pijn willen lijden dan dat haar kind pijn lijdt. Hij zegt, is er geen teerder liefde dan die van een moeder die haar vrucht draagt? Als Jezus in u ontvangen is, dan heeft u liefde voor hem. Die tere liefde. En gemeente, dan wil ik ook zijn heerschappij aanvaarden. Er staat, de heerschappij is op zijn schouder. Wat is zijn heerschappij? Dan zegt hij, wil je leven naar mijn regels, naar mijn woord, naar mijn geboden? Dan zeg je niet, gemeente, nou dat maak ik zelf wel uit hoor. Ja, dat hebben ze altijd wel zo gezien. Dat hebben ze wel altijd zo geïnterpreteerd, die geboden over de zondag en zo. Maar ik denk daar gewoon heel anders over. En ik denk dat God het ook wel zo vindt. God vindt alles goed wat ik goed vind, hoor je wel eens zo mensen spreken. God vindt alles goed als ik het maar goed vind. Gemeente, dan aanvaard ik zijn heerschappij niet. Nee, dan aanvaard ik dat niet. En dan heb ik hem dus ook niet lief. Stel dat een kind tegen een moeder zegt, mama, ik hou zoveel van je, maar alles wat u van me vraagt, doe ik toch niet. En die regels hier in huis, ja, ik heb er niks mee, ik ga echt mijn eigen gangetje, sorry hoor. Ik luister niet, ik kom op mijn eigen tijd thuis en ik draai mijn eigen muziek en daar hoeft hij niets van te zeggen. En ik kom zelf eten als ik daar zin in heb, enzovoort. Zal die moeder niet zeggen, kind, dan zeg je dat je me lief hebt, maar het blijkt niet, Dan aanvaard ik de heerschappij van mijn ouders niet. Gemeente, wie de Heer Jezus werkelijk lief heeft, gaat zijn heerschappij aanvaarden. En dan worden zijn geboden mij ook lief. Dan wil ik leven zoals hij heeft geleefd. De apostel Johannes zegt, dan ga je wandelen zoals de Heer Jezus gewandeld heeft. Je krijgt hem lief, je krijgt zijn geboden lief, zijn woord lief. Wat word je dat dierbaar. Het is geen straf hoor, om in de Bijbel te lezen. Ik zeg niet dat je er altijd evenveel zin in hebt, maar het wordt wel anders. En je gaat anders luisteren naar de preken en de psalmen. Je hoort je hart erin verklaard worden. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem. Gemeente, weet je wat ik dan ook ga zeggen? Heel eenvoudig. Als je iets ziet wat je niet kunt begrijpen,
Waarvan je zegt, dit is zo groot. Dan heb je eigenlijk geen woorden meer. Dan zeg je, dit is zo wonderlijk. Zo wonderlijk. En wat staat er ook alweer? Zijn naam is wonderlijk. Meten, dan ga ik hem als de wonderdoende God kennen. Zijn naam is wonderlijk. O, dan ben ik verwonderd dat God de Vader zijn enige en eeuwige Zoon naar deze aarde heeft gezonden. En dat deze Zoon de weg naar de kribben en naar het kruis wilde gaan. Dat hij arm wilde worden voor mij. Dat hij zijn bloed wilde storten, dat voor mij. En dat hij is opgestaan uit de dood, dat een hemel is gevaren. Bij alles wat ik van hem hoor, zeg ik, wat is hij wonderlijk. Wat is die wonderlijk. Want waarom deed hij dat voor mij? Ik kan het niet begrijpen. Ik kan het niet bevatten. Wonderlijk. Meten Gods kinderen zijn verwonderde mensen. En ze blijven verwonderd tot in eeuwigheid staat er. In de hemel zijn allemaal verwonderde mensen. Ze zeggen dat u dat toch voor mij gedaan hebt. Voor mij. Die wegloper. Die vijand. Die zondaar. Die schuldig. Voor mij. Ze zijn verbaasd. Verwonderd. Zoals die vrouw in Woerden zo vaak zei, ze is al thuis bij de Heere. Dan zei ze na afloop van een dienst, als ze het goed had gehad, zeker na een avondmaalsdienst, dan zei ze, dat kun je toch niet bevatten, hè? Dat kun je toch niet bevatten, dat God zo goed is voor zo'n slecht mens als ik ben. Zijn naam is wonderlijk. Zijn naam is Raad, Raadsman. Hij raadt je aan, steeds opnieuw, om bij hem te komen, met je zonde, met je onreinheid, met je last, met je vragen. Kan hij die last dan wegdragen? Kan hij dat? Ja, want hij is sterke God. Hij is zo sterk gemeend. Hij heeft de last van al de uitverkorenen weggedragen. Weggedragen. Hij heeft ze op zich geladen, weggedragen. Sterke God. En daarom kan hij, omdat hij dat gedaan heeft, een eeuwige zaligheid schenken. Hij is Vader der eeuwigheid. Dat wil zeggen, de oorsprong, de oorzaak van de eeuwige zaligheid. Daarom is hij Vader. Vader als zijnde de oorsprong. En hij, gemeente, is vredevorst. Want door zijn verdienst geeft hij vrede in het hart met God, met je naaste. Ook met de engelen, moet ik niet vergeten. Hij heeft de vrede aangebracht. Mijn vrede, zegt de Heer Jezus, als hij de discipel ontmoet na zijn opstanding. Mijn vrede, die laat ik u. Mijn vrede, die geef ik u. Paulus schrijft later. Misschien wel met een trillende hand. Misschien wel met een traan erbij. Hij is onze vrede. Amen.